spirituele genezing. Er zijn meer dan 100 onderzoeken gedaan naar spirituele of energetische genezing sinds de jaren 90. Bij die onderzoeken hadden meer dan 72% van de casussen positieve en significante resultaten. Spirituele healing is een manier om subtiele energie te gebruiken om mensen te genezen die fysiek of emotioneel trauma of pijn hebben. De subtiele energie is iets dat we allemaal kunnen voelen. Als je net een luide nachtclub binnenkomt, dan voel je de levendige energie die van de ruimte uitgaat. Als je een kamer binnengaat en het gevoel krijgt dat er iets mis is, en dan later ook verneemt dat er daarvoor een ruzie heeft plaatsgevonden, dan is het de subtiele energie die je waarneemt. Spirituele healing werkt op dezelfde manier, er wordt dan subtiele energie aangewend via een gebed. Dit bidden is vergelijkbaar met meditatie omdat je je focus richt op iets en eraan denkt. Je gedachten zijn energie en het is die energie die ons genezingsproces op gang brengt, door ons te openen om de energie vlot te laten stromen binnen in het lichaam. Gebed of meditatie kan een relaxatierespons activeren. En dat is het proces waarbij het lichaam automatisch de aanmaak van stresshormonen vermindert. Tijdens dat proces wordt het immuunsysteem actiever, kan bloeddruk verlagen en kan de hartslag lager worden. Dat is de fysieke reactie van het lichaam. Wat er eigenlijk gebeurt is dat de chakra's zich openen en zo energieblokkades ontladen, waardoor we gemakkelijker kunnen genezen. De spirituele hielen geneest ons niet direct, maar helpt ons om onszelf te genezen. Ze verhogen onze energie en ons bewustzijn door ons bewust te maken van het feit dat er iets meer is dan enkel het materiële aspect. Koenraad Rauw is een expert in praktische technieken voor persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Hij is auteur van het Sensatiehandboek, De verboden geheimen van persoonlijke en energetische ontwikkeling. Hij reist de hele wereld rond om te leren en om lessen te geven. Bezoek zijn website voor een gratis nieuwsbrief.